Koopman heeft even wat ruimte, maar ziet Bolden Brace. Ja, mooie actie. Brace met zijn 8e punt. Als we 9 punten verschil winnen, dan staat Den Helder Suns gewoon in de halve finale. Dus Donar moet nu toch wel wat gaan doen. Het is zaak voor Donar om niet het hoofd te verliezen. En gewoon te blijven doen wat ze goed deden. Zoals dit. Drive and kick. Goede drive van ook een Baby Jackson. Met een kick naar de buitenkant. In de hoek. 35-30 de voorsprong voor Donar. Hier met Lacey. Mooie beweging hoor. Van die zeer atletische Devante Lacey. Bank uitzinnig. Snel pasen daar. Williams vrij. Ja, komt op 10 punten. Liam Williams met dit drietje. En daar is hij. Jared Ogunbemi Jackson komt op 22 punten met dit driepuntertje. Ja, we kunnen onderuit gaan hangen. Want Donar kunnen we op gaan schrijven voor de halve finale. Kjeld Zuidema, gaat hij voor de dunk? Hij gaat voor de dunk. Zuidema. 99-72. En hoe? Vandaag weet het te winnen. 105 tegen 79. En dus is er feest bij Donar dat de halve finale bereikt.